Voilà, welkom in de vlog. Het was een warme week, de voorbije week. Het was ook de week waarop dat, de mensen van het project in Luik, van Helmo, naar Gewest kwamen. Met een zestigtal studenten waar ze samenwerkten met studenten, dus studenten uit Wallonië, met studenten uit Vlaanderen. En achteraf hebben we daar een leuk filmpje van gemaakt. We kunnen daar een keer naar kijken eerst. So we finished a project with Elmo, a university great. College in Liège and Gewest, Belgium. And we're here with the team, just let me show you the team. Hi. Let's start with the question. Maybe first we go to Deloitte, because the Deloitte people created a project for the students, so they have to work, I don't know, 6-7 days on the project. And we're here, let me switch views. Julie? Yes. Cédric? And Maurice, yeah. They are French, but they will try to speak English. They do it very well, like our students. Julie, what have you learned about this kind of collaboration between two groups of students in another language? That it's tough for them, but that they can manage it and that they can finally speak English. Yeah. So that's really good. We know that they can present in English and they can work in English. So keep going like that. Maurice, about the technical aspect, we also Cédric, were you impressed by the project? Yeah. We find other solution, other idea, other things, and it's great to see that and to use some young people capable to make a big application. Yeah. So it's really, really, really good. Would they fit in your team? Yeah, perfectly. Yeah. And they were very capable of using the strength for every teammate to work together and to make something great out of that. Yeah. Okay, and it was a collaboration between Gewest and Helmo. So where are the guys and the ladies? So I think we all enjoyed it. Yes. Like every year. And I think we hope to see this kind of collaboration next year. Yes, of course. So thank you all. Thank you. There was ook een weekend deze week. Zoals elke week. En dit weekend was het erfgoeddag, zondag. En we zijn naar het Wielermuseum geweest. Ik denk dat het Koersmuseum noemt. En daar is een expositie. Koerscollectioneurs noem het. Of heet het. En een van de verzamelaars, een verzamelaar van wielertruitjes en zo, was een gekende profwielerrenner. Was Ilio Keijse. En ik had een gesprek met Ilio Keijse. Een van de centrale gasten in het Wielermuseum hier vandaag, Ilio Keijse. En Ilio, ik had eigenlijk eerst de vraag, had hij een bijnaam in het peloton? Bijnaam? Ik dacht dan, in de ploeg zijn ze soms de keizer. Keizer, maar, ja. Gewoon keizer. In de ploeg zijn ze altijd keizer. Maar... En jouw persoonlijke collectie, is dat aantal kilometers dat je op kop gereden hebt in de Ronde van Vlaanderen, waar je vandaag vliegt? Nee, die kan ik niet meebrengen natuurlijk. De meeste van mijn herinneringen zitten eigenlijk in mijn hoofd, want meestal... wat zijn mooie herinneringen, zijn trofeeën, leiderstruien enzovoort, maar daar heb ik er heel weinig van, omdat ik meestal in dienst heb van iemand anders. Ja. Dus bij mij is het meestal de herinnering aan een overwinning van de ploeg dan, of van de ploegmaat, die voor mij, dat zijn eigenlijk de meeste herinneringen. Natuurlijk, jouw ritoverwinning in Giro en zo, daar heb ik wel een paar dingen van mee. Wordt er veel verzameld in het peloton onder renners? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel heel veel van mezelf, maar niet als een verzameling. Het is meer, hoe zal ik het zeggen, een hoop koerstruien, een hoop pistetruien enzovoort. Ik hou wel heel veel bij, maar het is geen verzameling. Het is zoals in voetbal dat iedereen hunkert naar een truitje van Pietersen. Nee, maar nu, like vandaag was ik nu, dus deze ochtend, dat ik alles rap was samen gegrabbeld hier, om hier even af te geven. En dan zat ik toch te denken van, het is toch wel jammer dat ik bijvoorbeeld geen geel trui heb van Kittel van in de Tour toen, of een groene. Dat zijn wel leuke herinneringen van toppers waar je mee samen gereden hebt. En dat is dan niet zozeer voor mij, ik hecht er weinig belang aan, maar misschien meer voor mijn kinderen later ofzo. Ja. Dus misschien moet ik er aan de slag om die mannen... Ja, we hebben nog tijd, we gaan nog een aantal jaar door doen zeker? Ja, misschien wel, maar
ik heb nog tijd om ze te contacteren, om te vragen om, om alsnog iets te bezorgen. Ja. De meeste zijn nu wel geen ploegmaat meer, maar het zou wel leuk zijn. Oké, okay, sabat, bedankt. Zo, dit was de vlog van deze week. Like, subscribe en share. En tot volgende week. Daag.